Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 2 december 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Het nieuws van de dag is 5 MHz is vanaf 12 uur vanavond een amateurband in Nederland. Jawel. Maar goed, eerst ga ik even naar de dienstmededelingen, dus ik moet de toon weer wat omlaag halen. We hebben vandaag Contestia met de gebruikelijke instellingen zoals de laatste tijd steeds. 8 tonen bij 355 Hz en de rest van de instellingen staat op pnl.ete.nl. Daarnaast testen we aan het eind van de uitzending opnieuw met 8 PSK. Anders dan gisteren is dat met 8 PSK 500. Met als centrale frequentie 1250 Hz. Bij enkele mensen werkte de brede variant van 8 PSK de afgelopen dagen niet. Mogelijk ligt dit aan fasevervormingen in de audiokarakteristiek. Vandaag is de bandbreedte dus gehalveerd, waarmee uiteraard ook de overdrachtsnelheid een stuk omlaag gaat. Tegelijk zit 1250 Hz de centrale frequentie in een deel waar vermoedelijk de kans op dit soort vervormingen wat minder groot is. Het is dus 8 PSK 500 aan het eind van de uitzending. 8 PSK 500 met een centrale frequentie van 1250 Hz. Vanaf vanavond 12 uur hebben we er een nieuwe amateurband op de korte golf bij. 5 MHz, oftewel 60 meter. Vanochtend een uur voor de uitzending van de Daily Minutes had ik een venstertje met een RSS-feed toegevoegd aan pnl.ete.nl, zodat het linkje als het er was direct zou verschijnen. Nou, het venstertje blijkt niet helemaal goed te werken, want ik zie nog steeds de link niet verschijnen. Maar net voor de uitzending heb ik nog even gekeken en toen stond hij er ook al niet. Om 11 uur hoorde ik van Peer, PA2PBT, dat de website pi4rcg.nl vermoedelijk de primeur had. Daar stond het toen al op. Wat er vrijkomt dus, is dat F-amateurs vanaf 3 december op secundaire basis mogen werken tussen 5350 en 5450 kHz met een zendvermogen van maximaal 100 watt. 60 meter is qua propagatie een van de interessantere amateurbanden, omdat de band meestal open is en omdat zowel korte als middellange afstandsverbindingen mogelijk zijn. Daarom is de band ook uitermate geschikt voor verkeer bij calamiteiten. De 100 kHz met 100 watt is een stuk meer dan wereldwijd afgesproken is. Een nationale administratie kan echter van zo'n internationale overeenkomst afwijken. Ik zal mij benieuwen vanavond vanaf 12 uur hoeveel Nederlanders er aan de band verschijnen. Nou, het is nog wel fantastisch nieuws en ik heb me er lange tijd op verheugd. Ik had overigens voor de uitzending van vandaag al iets heel anders voorbereid. Ik weet dat er bij de luisteraars veel liefhebbers van de zeezenders zitten. Vandaag heb ik een kort fragment van een interview dat internetzender Extra Gold afgelopen zomer met Nico Steenbergen deed over zijn tijd aan boord van de Meebo 2. Nico vertelt over een keer dat het bijna misging met het schip. Radio Noordzee Internationaal. Ja, dat was 22 november 1971, dan zijn we die dagen niet vergeten. Ik had de ochtend, dus ik moest het nieuws doen. En dat was eigenlijk niet zo vreselijk veel aan de hand. Er was gewaarschuwd voor Noordwest 11, nou dat stond er dan ook wel. Maar ja, dat was al eens eerder gebeurd, dus dat was niet echt een reden voor paniek. Het enige was dat je dan wel je stoel met een paar riemen aan de tafel moest vastbinden om te voorkomen dat je dan door de hele hut heen geslingerd zou worden. Maar goed, dat was... Ja, dat is routine. Dat was in november nog wel routine. Ja. Maar goed, rond een uur of half acht zat ik dus keurig achter een schrijfmachine te tikken toen ik een hele ontzettend harde klap hoorde. Je hoorde wel veel harde dreunen, omdat die boeg van het schip dook dan iedere keer alweer in het water. En dat gaf dan weer een klap. Maar dit was een hele harde knal. En daarna lag die boot echt volledig stil. Echt helemaal. En dat duurde ongeveer een seconde of vijf. En daarna brak de hel los. Het was echt aan alle kanten. Dus, nou, maar eens naar achteren gelopen, kijken wat er aan de hand was. En toen hadden we het al vrij snel door. Want waar Veronica ten zuiden van de Meeuw moest liggen, lag hij aan de noordkant. Dus er was iets merkwaardigs aan de hand. En het was donker. 7:30 november, dus hartstikke donker buiten. Er was wel wat licht op die boot, maar ja, ik kon toch niet zo vreselijk veel dingen zien. Toch maar even naar voren gelopen om te kijken wat er aan de hand was. En je kon niet beneden in het water kijken, maar het anker zat aan een soort van rekker. Aan een soort van verensysteem. En daar kon je altijd en die veren waren helemaal uitgetrokken. Dus je kon zien dat... Ja, er zat geen kracht meer op dat anker. Dus dat was gebroken. Ja, nou... Toen is er een heel pandemonium van start gegaan. Wil je dat ook precies weten? Nou, dat is gevoelig wel bekend. Maar je vertelde met name dat oplossen van het probleem... dat je daar je nogal verbaasd hebt. Ja, dat was later op de ochtend... toen we eenmaal een reddingboot langs zij gehad hadden... waar niemand op durfde te springen. Dat het ding natuurlijk ook geen seconde lang langs zij kon liggen... vanwege het zware weer. Toen kwam op een gegeven moment een sleepboot... de Smitsbank van Smit Tak, heette dat bedrijf toen...
En die kwam langs zij en wij hadden zoiets. Nou, het is geregeld. Waar iedereen bang voor was, van hij loopt straks op een zandbank. Want je kon de palen van de pier van Scheveningen al heel erg snel tellen. Want het ging echt heel hard. Maar dat gaat dan toch anders in de scheepvaart kennelijk. Die sleepboot kwam langs zij. Die was ongeveer net zo groot als de Mebo. En die kapitein had zoiets van, nou, dan gaan we een lijntje overzetten. En dan kunt u, liep hij tegen die kapitein van die sleepboot over de radio. Dan kunt u slepen. Nou, zei die kapitein, misschien moeten we eerst even Lloyd's open vorm overzetten. Dat is dus een soort handtekening dat er betaald zou worden als er als de klus geklaard was. No Q, no pay. Ja, zoiets. Ja, zei Jan Hartenveld. Ja, ja, ik weet niet of ik dat mag tekenen. Nou, zei die sleepbootkapitein, dat is geen enkel probleem. Dan belt u uw reder even en dan hoor ik het wel. En hop, daar ging de sleepboot weer. En intussen kwam die kust verder dichterbij. Dus Jan weer bellen met Scheveningen Radio. Die begonnen te zeuren, want eigenlijk mochten we niet bellen. Zo was het ook nog destijds in Nederland. Je mocht wel een mayday call doen via Scheveningen Radio, maar bellen met een gewoon nummer in Nederland, dat mocht niet, want het was een piratenzender. Maar goed, na veel gezeur en gezanik werd er gebeld met, ik meen eerst met Hilversum en later ook met Zurich. En een half uur later kregen we van de sleepbootkapitein te horen dat er een telexje was binnengekomen bij Smit in Rotterdam. En dat gesleept moet worden. Maar dat had niet zo veel gescheeld. Of hij had door deze administratieve overeenkomst op het zand gelegen. Zo, ja. Ja, dat mag je niet, hè? Dat was een leerzame ochtend. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xtv.me.